Ik ben Aya en ik ben 10 jaar oud. Ik zit in groep 7 en na school dan ga ik meestal winkelen met mijn vriendinnen. Mijn hobby's zijn voetballen en winkelen. En ik wil later een voetbalster worden. Dit was mijn presentatie. Hallo, ik ben Luna. Ik ben 9 jaar. Ik zit in groep 7. Mijn hobby's zijn tennissen, zingen en acteren. En later wil ik heel graag zangeres worden, tennisser. En ik wil ook heel graag later misschien juf worden of zoiets. En wat ik vaak na schooltijd doe, is vaak op de computer, op mijn telefoon, vaak buiten spelen, sportieve dingen doen. Dat was mijn presentatie. Hallo mensen, mijn naam is Elaida. Ik ben bijna 11 jaar. Mijn hobby's zijn dansen, zingen en buitenspelen. Ik wil later worden zangeres. En ik vind het ook heel leuk om bijvoorbeeld les te geven aan kleine kinderen. Bijvoorbeeld knutselles, dat is ook heel leuk. Ja, dat was het. Ik ben Christopher en ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 7 en wat ik na school het liefst doe is buiten spelen of achter de computer zitten. En mijn hobby's zijn gewoon buiten spelen, zwemmen en gewoon voetballen. En wat ik later wil worden is misschien archeoloog of bij Mediamarkt werken. Hallo allemaal, welkom bij de Nationale Bike Center. Ik ga vandaag dingen over mijzelf opnoemen. Mijn naam, hoe oud ik ben en in welke groep ik zit, wat mijn hobby's zijn en wat ik na school doe. Allereerst, ik ben Sureya en ik ben 10 jaar en ik zit in groep 6. En mijn hobby's zijn paardrijden en dansen. En wat ik graag later wil worden is paardenspecialiste en ik wil heel graag een wereldkampioen worden in paardrijden en dansen. Dit was mijn iets over mezelf vertellen. Ik ben Jasmine en ik ben 9 jaar oud. Ik kom uit Rotterdam. Ik ben 6. Ik kom uit groep 6 en wat ik na schooltijd doe, ik ga altijd buiten spelen en soms ga ik gewoon fietsen buiten met mijn oma en mijn opa en mijn oom. En mijn hobby's zijn zwemmen, fietsen, voetballen. Wat ik later wil worden, dokter. Kapster en misschien beroemd worden als het maar gaat lukken. Hallo, ik ben Ricky van de Wijk Tijgers en ik stel me even voor. Ik ben 9 jaar en mijn hobby's zijn PlayStation 3 en springtouwen. Dat was het. Wat zijn je hobby's dat je wil laten worden? Oh ja, wat ik later wil worden is zakenman. Hallo, ik ben Damien en ik ga het kort over mezelf vertellen. Ik zit in groep 7, ben 10 jaar oud en mijn hobby's zijn voetballen en speel graag met dieren. Zoals de hond van mijn zus. Na schooltijd kijk ik tv en maak mijn huiswerk af. Ik hoop dat jullie informatie over me hebben. Doei doei! Hoi, ik ben Aya en ik ben jullie presentatrice. Welkom bij Wijkers. Vandaag gaan we groep 6-7 interviewen van OBS De Meridiaan, want het nieuwe schooljaar is begonnen. Zo, we gaan nu naar de klas van groep 6-7 van de OBS De Meridiaan. Wij gaan nu een paar kinderen uit de klas interviewen. Kom maar mee. Hallo meisje, hoe heet jij? Ik heet Sureya. En in welke groep zit je? Ik zit in groep 6. En hoe vind je het hier eigenlijk in de klas? Ik vind het echt heel leuk. Jammer dat ik naast Luna zit. En jammer dat ik bij Tahaan zit. En dat, ja,
Het is vrij leuk. We worden heel goed geholpen met het werk in onze klas en daar ben ik heel blij om. En we lopen nu naar de aula toe. Hey, ik zie daar iemand. Hoi, jij was daar zo net mooi aan het zingen. Ja. En wat voor liedje was je aan het zingen? Maria Love. Oké, en ik wou eigenlijk, als eerst moet ik eigenlijk vragen hoe je heet. Marian. Oké, en hoe oud ben je? 10. Oké. Ik wil vragen of je even met ons mee wil lopen, want wij houden een interview en we willen eventjes wat doen. Stop. Ik ga nu Miriam wat vragen stellen. En hopen dat ze daar een goede antwoord op kan geven. Hallo, Miriam. Ik wil vragen hoe het op school met jou gaat. Goed. De juffrouw geeft heel goed uitleg. Maar heel af en toe kijk ik heel vaak rond me heen. Heel veel door de klas heen. En de juffrouw waarschuwt me, maar dan ga ik gewoon door. Mag ik jullie interviewen? Ja, tuurlijk. We hoeven niet schoon te maken. Nou, kom maar staan bij de microfoon. Oké. Nou, wat vinden jullie van de lessen van de wijkdagers? Ja, het is wel leuk. Het is ook interessant, want je leert... Nou, tenminste, ik vind het leuk. Ik vind het interessant, want je leert echt heel veel dingen over, zeg maar, een beetje acteur te zijn. En een beetje fotograaf en een beetje cameravrouw in één. Ja, dat is wel heel belangrijk voor als je... Ja, dat is wel heel belangrijk voor later. Hoe heet je eigenlijk? Ik heet Luna. En jij? Ik heet Aya. Weten jullie ook iets over de wijkdagen lessen? Kunnen jullie ook kort vertellen wat jullie doen? Ja, we leren vaak dingen achter de camera's en ook hoe we moeten interviewen. En dat vind ik ook heel leuk. En jij? Ik vind het ook wel leuk, want ik leer er ook echt van. En anders heb ik mijn tijd hier niet echt in verspild. Want als het niet leuk is, dan zeg ik het ook gewoon gelijk. Maar ik denk wel dat jullie het leuk vinden hoor. Nou, dit was de interview. Nou, dank u wel. Doei. Doeg. Hallo, ik ben van de Wijktijgers en vandaag gaan jullie zien hoe de Wijktijgers werken. Kom maar mee, dan zien jullie alles wat Wijktijgers betekent en wat het is. Hallo, ik ben Damien en zit in de Wijktijgers. We zijn nu op de school OBS de Meridiaan in Oosterflank. Hallo, ik ben Rikkie van Wijktijgers en ik laat mijn klas zien. En in de klas hebben we nog meer wijktijgers van de organisatie Hoedje van Papier. Dit is de klas. En hier oefenen we van de wijktijgers. En het is meer journalistiek. Geef de juffrouw, legt de juffrouw de lessen goed uit? Natuurlijk wel, anders zaten we hier niet op school. Thank you.
3,